Hallo kijkers, Voltrein Machine 90 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van GTA 4. Volgens mij aflevering 53 alweer. Vandaag gaan we richting Packy toe, omdat hij de vorige keer gebeld heeft. En ik ben wel eens benieuwd wat voor missie we daarvan hebben. Oh god, jij staat er weer hoor. Jij staat er weer hoor. Hey, gast! Hier! Stop toch een keer met toneelstukjes op straat uitvoeren. Zo. Ja, wie niet luisteren moet, die moet me voelen. Zo is het ook met die kerel. Of met die gast. Is dat een taxi? Er is een taxi. Daar is een taxi. Taxi, kan je me even naar Peckie brengen? Niet naar rechts afslaan, ook niet naar links. Gewoon even... blijven staan voor het rode stoplicht. Heel mooi. Zo, stap maar in, Nico. Where are you going, man? Naar Peggy. Ja, naar Peggy. Daar gaan we naartoe. Loading. Here we are. Oh, maar deze plek ken ik. Dat is toch vlakbij die stadspark. Ja. Oh, zelfs dat is een stadspark. Oké, hier is Peggy. Oké, ben benieuwd. How boring a Groot. Oh, hallo mevrouw. All I'm saying is that we'll all be judged in the end. All of your brothers. And you, Patrick. And you, Kate. Who's gonna judge Kate? What would she win if they did? Virgin of the Year? I'm thinking maybe you can catch VD for both Fuck of us, you, Patrick. Katie. Language. Sorry, Ma. Zo, mooi gesprek hier alweer. Mr. Fucking Crazy Man. Hey. No. Good, because I ain't fucking got none. Very funny. Maybe if being a drunkard doesn't work out, you can be a comedian. Fuck yeah, off. Misschien wel. And you, Kate, fuck off out of here. But aren't you going to introduce us? Sure. This is Nico, some drug dealing to fucking degenerate from some armpit in Eastern Europe. That's my ma. Nice to meet you. Aangenaam kennis te maken. This is my sister. Lovely lass, scared to bits of life. And fucking off out of here right now before I throw a fucking bottle at her. Patrick. Nice to meet you. Likewise. Yeah. See you around. See you around. Bye. What a girl. I think she likes you. Oh, to okay. The wise though, she don't put out. Which is convenient, because if she did, I'd have to kill you. Oh, durf je dat wel? Good lad. You got any drugs on you, boy? Nee. Oh, shit. Well, probably a good thing. We got some business to take care of. Okay. Come on. Wat gaan we doen? Als we nou eerst even vertellen wat we gaan doen. We've got business out at the docks. Oh, hier. Where's your car, man? We need a car. Nou, die staat hier recht voor je neus. Denk ik. Nou ja. Het is niet mijn wagen, maar het is een wagen. In and we're the welcoming party. Oh, leuk. And what have they got that makes this drive worth the effort? We're welcoming some of our cousins from the east, but we don't know what it is that they're bringing in. Exactly. All okay. We know is that it's worth a dollar or two. My brother maar voor $2 ga ik door die echt iemand binnenvallen. He gave us the heads up in exchange for a cut of the haul. What makes you think that the information is legit? Yeah. First off, I don't trust this guinea for a second. We wouldn't be working for him if our family still had the same status it did back in the day. But that's another story. Am I going to hear this story? Yeah, anyone who hangs wel. Around my family is hell, the just wait. Oh yeah, Ray Vecino's a slimy motherfucker. The one thing you can rely on him for is greed. I'm too small time to be worth setting up, so the one angle he can be playing is the cash. What the fuck is Ray? Yeah, he'll probably try to give us a fraction of whatever this stuff's worth, but it'll be a fun night. Depends oh, nah. Maar het is midden in de dag. Gunfire, car chases, all the usual stuff. Usual for you and me, maybe. The general population, I'm not so sure. General population? That's a prison term. You ever been inside? Not in this country. In Europe. They do things different there. Not so much ja, dat kan ik me voorstellen. Fun in the shower that you guys have here in America. Must have been a real disappointment. Bet a guy like you thought he was gonna be real popular with the lifers. Did no one pay you any attention? As I said, the whole prison bitch thing is an American phenomenon. Yeah. It don't happen on the other side of the ocean. Well, you gotta do some time over here.
See what you've been missing out on in your chased European misschien is het niet zo goed idee. Send me a postcard if you do some time. Yeah. Will do. Might even put you on the visitors list. I'd be fucking touched. You'd be touched if you did some time, that's for sure. We would see if they'd be able to touch me. I got some moves. Yeah. You're a good man, Nico. I like you. Kind of one in the showers kind of way. In a male bonding, about to go rob some people kind of way. I think I know what you're saying. Yeah. Okay, here is it. All right, here we are. Yeah, that's what's the plan? We get up on the roof of that warehouse. There should be a good view of the dock so we can scope that shit out. We're going this way. Follow Becky. Dat is niet moeilijk. Oh god, er zit ook echt een gat hier in het hek. Goed beveiligd, jongens. Een heel groot gat in je hek, waar makkelijk een auto doorheen kan. Goed beveiligd. Dan helpt de prikkeldraad op het hek niet echt, hoor. Oh ja. Ah. Oké. Okay. Follow Becky up onto the roof. Press space to climb. Oké. Okay. Ja, die sprong kunnen we niet maken, Becky. Jump into the ledge to perform a hanging grab. Aha. Oké. Why don't they make these places easier to break into? Ja. Ik hoop, nou ja, weet ik niet. Misschien omdat het niet is om in te breken. Zo, we zitten lekker aan het hangen. Maar dan ook letterlijk aan het hangen. Oké, laat maar vallen, Nico. Oké, en nu? Oh, nee. God. Kan ik weer opnieuw? Kan ik weer opnieuw gaan klimmen? Jawel, maar ik viel er per ongeluk af. Of nou ja, Nico viel er per ongeluk af. Kom eraan, hoor. Becky. We zijn echt... Ja, echt... Nico is gewoon nu aan het hangen. Letterlijk aan het hangen. We zijn er bijna. Als je dit voor elke break-in moet doen, dan denk ik dat je snel vet zal worden. Oké, okay, hier omhoog. Iets naar achteren. Mooi. Omhoog, Nico. En nog een keer omhoog. En we zijn er. Oh, wacht even. I'll get here on my own time. Laat maar raden. Even die geld, die stol erbij pakken. Scope out. Dat betekent dat we of met de sniper gaan, of we gaan down. Kijken. Ja, heel leuk. Right, ja, en wat moeten we nou eigenlijk stelen? See those boxes on the back of the boat? They must be bringing clone meds. Oh, dus eigenlijk wat je wil zeggen is dat we die boot moeten stelen. Stuff that'll stop housewives cutting their wrists and make their husbands get wood. Meds. Molly, sedatives, antidepressants, meds. Okay. Okay, how do we do it? We'll wait until the truck is loaded, then we'll take it. Simple as that. Oh, we kunnen nu trouwens ook invallen. Alles in de boot gooien. I'll cover you from up here while you're down on the ground cleaning up. Maar ja, zo scheelt het werk, good fucking pills. The housewives better be grateful. Ja, hopelijk wel. Climb down to minicab to get to the crown. Okay. Rustig naar beneden, Nico. You gotta jump down there to get at him, man. Ja, ik ben er al. Oké, okay, rustig naar beneden. Rustig. Oké, okay, nu gaan we invallen. Zo. Werkt helemaal.
Kom op. Ga die toch nog naar rechts. Hè? Zo, jij neer. Beetje, ja. Waarom moet ik nou net herladen? Oké, daar staat er nog één. Heel mooi. Is het nou klaar of nog niet? Oh god. Daar leeft er nog één, hè? Oké, die is neer. Is het opgelost? Of niet? Het geval? Ah, die dingen ontploffen niet. Voor het geval dat, even kijken. Aha, zie je wel. Er is altijd nog één die het uiteindelijk even moet verpesten. Oké, staat hier nog één? Ik heb eerder het idee dat daar nog één staat. Misschien in het huisje. Nee, wel een medkit, maar die heb ik niet echt nodig. Oké. Hey. Dat is niet de bedoeling, gast. Maar dat is dan ook echt niet de bedoeling. Oké. Deze guns pakken. Oké, nou we zijn er. Wait for Peggy to get in the truck. Nou Peggy, stap in. Alright Nico, you drive. I'll take out anyone who tries to follow us. Oké, hoe ver is het? A's lock up in Westminster off of Union Drive West. Ja, maar hoe ver is dat? Go to the lockup. Oh, dat valt op zich nog wel mee. Oké. Dat geeft dus een teken als hij gaat letten op mensen die ons gaan achtervolgen. Dat mensen ons gaan achtervolgen. Not many people do. That's a lesson I've learned. Fucking Pacino said it'd be easy. Good thing I enjoy a good ruck. Oh shit. Is it Chinese New Year already? There's a box of grenades in here. Pass them up, Peggy. I'll give them a taste of their own fireworks. Uh-huh. I smacked a lot bigger assholes than you. Okay. Dat is toevallig voor mij. You were backed up a long time ago. Even doorrijden, Nico. Als deze auto kapot gaat, dan word ik zo boos op die mensen. Oh ja, nou ga jij maar op je zij liggen met je auto. Op zeg. Doorrijden. Is het nog erg ver, of niet? Misschien hou ik een klein stukje nog wel vol. Ah, hier is het. Zo, opgelost. En hier is het. Zet me hier, Nico. Hey, wie ben jij? The stuff all in there. Sure is. All safe and sound. Whole truckload of it. Well, the wives and mistresses are gonna be happy when their men get a hold of those, huh? Whole city's gonna be hard in a few days' time.
Who's this? That's my boy Nico. He's an absolute savior. Couldn't have done it without him. Nico, come over here. Oké. Wie ben jij? Vraag voor de tweede keer. Jawel. I work for whoever's paying. Ja. I might give you a call sometime. Get in, Packy. Hey, I'll catch you around, man. Ja. Oké. Zo moeilijk was het niet. Ja. Zo moeilijk was het niet. 7000. $7,500. Flink wat geld. Voor best iets simpels. Hey, wat is dit trouwens? Hunter Niger. Monday heb ik wat op. Aha. Oké. Ja, wacht even. Oh, thanks. Where you wanna go? Breng me maar naar. Juanita, how are you? How you doing? I want to go. The safe house. Want we zitten alweer op de tijd. Okay, here we up, bucko. Oh, Mallory belt. Nico, the shit went down with those guys in Bohan. Elizabeth's doing a bid. I think she might have killed Manny. Really? Good thing you haven't been hanging around with them too much. Nah, fucked up. I'm sorry for getting you involved. Don't worry about it. You've got enough on your plate looking after Roman. See you soon. Yeah, see you soon. Okay. Nou, dan gaan we de aflevering maar afsluiten. Zo. Zo, dan gaan we hier staan. Kijk eens even een duimpje omhoog. Helpt jullie mij mee, helpt het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Dan weet ik niet echt waar we de volgende keer naartoe gaan. In ieder geval zien we dat de volgende keer wel. Want voor nu ga ik zeggen. Doei!